that I love makeup. Hoe vindt u de handhaving van de anderhalve meter op de markt hier? Wat ik er tot nog toe van gemerkt heb, en ik ben nu loop nog niet zo lang hier, maar is weer perfect. Ja, gaat allemaal. Dus ik hoop ook dat de jongeren ook in deze vakantietijd van Lang Leven de Lol ook serieus blijven nadenken over wat ze moeten doen en ook hun eigen verantwoordelijkheid nemen. Dan denk ik dat de Almeloers zich beter aan de regels houden dan, dan in het Westen. Nou is het daar ook wel drukker natuurlijk. Misschien wel van vroeger. Ik denk dat de mensen hier goed afstand houden. Dat doe ik zelf ook. Ik ga 's morgens al heel vroeg boodschappen doen. Dat er niet zoveel mensen in de winkels zijn. Teken van een tweede golf. Ja. Hoe kijkt u daar tegenaan? Nou, daar ben ik wel bang voor. Want? Ja. Nou ja, zo langzamerhand zit ik in de risicogroep. Ik heb diabetes ook. Dus ik ben wel bang dat het verder gaat. En ik zie ook dat, ik wil niet zo zeggen in Almelo, maar landelijk op de tv, dat veel mensen zich niet aanhouden. Sommige deskundigen spreken al van een tweede golf. Hoe kijkt u daar tegenaan? Nou, dat beangstigt me. En ik vind ook niet dat mensen rekening houden met anderen. Het klit allemaal op elkaar. Hoe kan het voorkomen worden, zo'n tweede golf? Ja, alles doen wat geadviseerd wordt. En dat zou zijn van mensen, probeer nou ook met mondkapjes. Maar ja, dan zou ik hem nu ook moeten dragen. En dat heb ik ook niet. Ja. Ik zie in de supermarkten dat ze allemaal dat ze geen afstand houden. Ik wel, doe het wel, maar de meeste doen en mensen doen het niet. U draagt zelf een mondkapje. Ja. Doet u dat met een speciale reden? Nou, ik behoor tot de risicogroepen natuurlijk. Ja. Mijn vriend helemaal. En ik wil, als ik de winkels inga, dan doe ik een mondkapje op. Vooral in het winkelcentrum, daar in de doorgang. En als ik even bij CNA of de HEMA, dan wil ik een mondkapje op doen. Het prettig. Ja. En het kan wel zijn dat ik besmet ben en dat ik een ander besmet. Dus ik vind het eigenlijk niet meer dan normaal dat je er eentje op doet. Sommige deskundigen waarschuwen voor een tweede golf. Hoe kijkt u daar tegenaan? Ja, dat zou me niks verbazen als dat al zo was. Dat schijnt in België al aan de gang te zijn. Ja. Gewoon omdat de mensen geen afstand houden. Ja. Het doen alsof het gewoon voorbij is. Ja. En dat is toch een groot risico. En wat zijn de gevolgen dan, volgens u, van zo'n tweede golf? Ja, ik denk dat het verschrikkelijk is, vooral voor de economie. En ja, of we dan weer, ze weten nu veel meer en of we dan zoveel doden zullen vallen, dat is de vraag. Maar ik vind het,